Ja, nu hebben wij de primeur. Het staat nog niet op de NKC, op de site van hun. En het staat ook nog niet op de site van de Camperclub Nederland. Maar we rijden nu aan de zuidkant van de Blauwe Stad. En zie je daar, oh wacht even, iets duidelijker. Zie je daar een bordje. Heel goed aangegeven allemaal. Nou, een bordje, strand Zuid, misschien een campertje op staan. Zie je dat? Nou. Dan gaan we dus. Hij zit hier ook achter ons. Er rijdt ook een auto richting dat plekje, zie ik. Kijk, staat er weer. Pijltje rechtsaf, strand Zuid. Campertje erbij. Dus het is echt wel duidelijk. Het is een beetje moeilijk om met één hand sturen en één hand de telefoon vasthouden. Maar ik kan het niet van buitenaf filmen, want het waait hier nog steeds vandaag. Dus als ik buiten kom, dan kun je mij niet meer verstaan. Het is echt wel voor de strandliefhebbers trouwens. Als je geen liefhebber bent van strand, denk ik niet dat je hier moet zijn. Nou, dit moet allemaal nog eventjes netjes aangelegd worden, zie ik wel. Het zal ook allemaal wel gebeuren. Er staat er iemand met de auto stil. Ja, en nu? Bopper, 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 bom. Hij is foto's aan het maken. En wij zijn aan het filmen. Dus dan weet hij ook niet meer wat hij moet doen. Nou, dan maar verder rijden. Hè. Maar ja, wij waren hier net al een keer eerder. Dus ik ben even teruggereden om even te laten zien hoe je moet rijden. Dus die man zal ook wel denken, nou, wat die aan het doen zijn. Wij laten jullie de primeur zien. Het plekje wat nog helemaal niet vermeld staat. Maar goed, je moet wel portemonnee meenemen. Dan kijk maar eens. Zie? €16,80 per nacht. En daar komt dus toeristenbelasting bij. Water moet je dan extra voor betalen. En er staan stroomkastjes. En dan moet je betalen met een, ja, volgens mij met je creditcard of met een bankpasje. Ik weet niet meer hoe dat nou precies werkt hoor. Zo'n kaartje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik zie 11 stopcontacten in totaal, hè? Als je die van links en rechts bij elkaar optelt. Maar goed, kijk, daar kun je nog celbordjes huren. Een beetje vreemd, want er zijn van die gaffelgetuigde celbordjes en je hebt hier niet eens een bruggetje. Dus dat zou eigenlijk niet nodig zijn. Nou, daar staat een kunstwerk, een heel groot bed, zie je dat? Daar nog een klimtoestel. Ja, voor de rest is het strand en water en gras hiervoor. Op zich niet verkeerd. Ja, er zit een bruggetje, een klein bruggetje overheen en dan kun je daar. Ja, GSC, een soort eettent of zo was er daar met een uitkijktoren erbovenop. Al met al eigenlijk helemaal niet zo raar, alleen ja, ik denk dat je toch met toerismebelasting erbij en stroom bij de €20 voorbij gaat. Maar goed, als je dit leuk vindt, als je het echt mooi vindt, zo'n strandje erbij, ik vind het wel geinig, maar voor €20 waard is weet ik niet. Maar goed, voor de nieuwsgierigen onder jullie, die dus
zeg maar, zo'n plekje een keer willen bezoeken, maar dat hij nergens vermeld staat, vind ik natuurlijk wel misschien iets. Hè? Dus dan zou ik zeggen, dan kom maar eens kijken. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.